Goedemorgen en welkom bij week 3 van Adventtime. We gaan weer de adventkalenders openmaken en ik heb ze er al even bij gepakt, want we zijn aanbeland bij dag 15. Het is vandaag 15 december. Ik hoop dat jullie de vorige video ook weer leuk vonden. Zoals je ziet, ik zit nog lekker in mijn pyjama. Het is zondagochtend, net wakker, net ontbeten. Lekker begin van mijn vakantie, jongens, want ik heb vakantie. 2,5 weken, ik hoef pas 2 januari weer te werken, dus echt super lekker. Dag 15 van Rattenplan. Ik ga eens even kijken wat daarin zit. Het papier was er al een beetje vanaf. Er zit ook nog een prijsje op, die haal ik er even mee af. Ah, zo schattig. Een sleetje. En er zit een hangertje aan, dus je kan hem ergens aanhangen, maar... ook wel leuk om hem misschien met een kaarsje ergens neer te zetten of zo. Leuk, heel leuk. Het is ook wel echt kerst. Wat ze erin hebben gedaan allemaal. Dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Dat hoeft in principe natuurlijk ook niet voor een adventkalender. Maar ja, al die kerstspulletjes. Ik word er wel redelijk blij van, zeg maar. Nou, dag 15 van de washi tape. Eerst weer even het plakbandje doorsnijden. En dan gaan we natuurlijk weer even kijken of die... Oeh, deze is donker. En volgens mij is die groenig. Oh ja, oh! Ik denk oprecht dat ik misschien dit wel de leukste vind tot nu toe. Ik ga jullie nog even in spanning houden. Ik ga hem eerst even openmaken. Ik denk wel echt... het plakt. Dat dit mijn favoriet is tot nu toe. Kijk. Hij is groen. Hele mooie kleur groen. Met... gouden stippels. Heel simpel eigenlijk. Ik vind hem zo leuk. Echt heel gaaf. Heel erg leuk. Nou, dat waren ze weer voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Zo, dag 16. Ik heb ze er hier al even bij gepakt. Dit is 16 van de washi tape. En deze van Rattenplan. Daar ga ik mee beginnen. Hij is heel licht. En gezien de vorm zou het zomaar in een kerstbal kunnen zijn. Maar er zit weer zoveel plakband op. Oeh! Zo wat kapot. Oh, ja. Ah, kijk nou. De kerstman. Ja, dat vind ik wel echt heel erg leuk. Hij past niet echt in de boom, maar ik ga hem denk ik wel ergens een plekje geven. Want hij is wel echt heel erg leuk. Schattig. Heel leuk bedacht weer. De kerstman. Thanks Rattenplan. Nu de washi tape. Gisteren hadden we natuurlijk echt een hele leuke washi tape. Dat is normaal leuk, maar die vind ik wel echt een van mijn favorieten. Dus ik hoop dat dat nu weer zo is. Hé, er zit nu een dingetje aan. Nou, ja, schattig. Wacht even. Even die eraf halen, want deze zit niet in het... Nee, zit niet in het plastic, dus die hoef ik er niet af te halen. Moet ik het wel even goed laten zien. Precies. Ha, wat leuk. Heel leuk. Allemaal verschillende visjes. En een blauw tapeje. Vind ik ook leuk. Goed, dat waren ze weer voor vandaag. Ik zie jullie morgen. En dag 17 van de adventkalenders. Ik heb ze hier al lichte cadeautjes. Maar kijk nou. Die bomen worden wel akelig leeg zo. In de tas zit nog wel het een en ander. Maar die, hier ligt er nummer 1. Hier liggen er nummer 2. Gaat wel hard zo. Maar goed, in ieder geval. Ik heb hier 17 van... kan je het zien? Wacht even hoor. Daar. Van Rattenplan. En hoor. Nou. Het rammelt. Nou hoop ik niet dat dat betekent dat het kapot is. Maar ik ga het even openmaken. Nou. Ach, gosje. Ach, gosje. Kijk nou. Een muisje.
Wat schattig. Kerstliedjes aan het zingen. Ah, heel leuk. En dan next deze. 17. Hopen dat ik niet weer in mijn vingers snij. Ik heb toch van de week in mijn vingers gesneden. Gadverdamme, kijk. Niet hiermee hoor, maar met een ander mesje. Oh, die is ook leuk. Ik ga hem even voor jullie uitpakken. Je ziet het al een beetje, denk ik. Maar ik ga hem wel even uitpakken, want dan zie je het toch net even iets beter. Kijk, hoe leuk. Allemaal hartjes. Nou, ik vind het een beetje lastig om te focussen, maar op zich heb je het, kijk, wel kunnen zien. Heel schattig. Tot morgen. Dag 18 alweer. Jeetje, wat gaat het hard. Kijk, daar zie je dat er dadelijk alweer een rijtje vol is als ik deze heb uitgepakt. En hier kun je zien dat die boom al helemaal leeg is. En hier liggen er nog twee in. En dan natuurlijk nog wel wat in die tas, maar het gaat best wel hard, jongens. Dag 18. Welke zal ik mee beginnen? Ik ga met deze beginnen. De washi tape. En ik hoop dat het dadelijk allemaal nog in mijn kastje past. Want het zijn er toch een hoop. Oh, deze heeft weer een labeltje. Dus die heeft geen plastic. Dat is mooi. Dan kan ik hem jullie meteen laten zien als ik het eraf gehaald heb. Oh, dit is weer een hele zomerse. Echt heel leuk. Met ananasjes. Heel erg leuk. Heel kleurrijk. Ik zal hem even kijken of ik hem een beetje los kan halen. Want over het algemeen kan je het dan toch net even iets gezelliger zien. Dan moet ik hem niet scheuren. Dat is zonde. Even kijken. Nou, dat gaat op zich wel. Even kijken. Zie je? Allemaal ananasjes. En dan in het midden bloemetjes. Heel schattig. Dus die gaat er ook weer bij de collectie erbij. Dan zet ik hem van nu nog even hier. Maar straks moet ik die rij dus ook alweer helemaal weghalen. En nu dag 18 van Rattenplan. En dat is klein, maar wel zwaar. Dus ik ben heel benieuwd. En weer vol met plakband. Ja, ik had al het vermoeden dat het zoiets zou zijn. Heel schattig. En heel leuk kerstmannetje. En dat komt wel goed uit, want ik wilde eigenlijk nog, ik weet niet of ik dat nog ga doen, maar ik heb zo'n hele grote glazen pot. En daar wil ik eigenlijk sneeuw in doen en wat boompjes die ik nog heb. En dan kan deze er eigenlijk ook heel leuk in. Dus misschien ga ik dat nog wel even doen. Voor nu gaat hij even op tafel. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik zie jullie morgen weer. Dag 19. En dat is nog niet de laatste. Want het is vandaag donderdag, vrijdag, zaterdag. Nee, nog twee. Maar dag 19 van Rattenplan is weer een kleintje. En dit is natuurlijk gewoon weer een doosje. Dus ik begin even met deze. Ook omdat ik nog geen mesje heb gepakt, besef ik me nu. Ah, die is wel heel schattig ook weer. Even kijken of ik het jullie zo kan laten zien. Wacht even hoor. Zo. Het is een sneeuwmannetje. Doe eens focussen. Hij heeft een beetje moeite met dat focussen, want het is nog donker. We gaan zo weg, dus ik ben vroeg op. Even kijken. Ja, dit is hem. Superleuk. Heel schattig. Die past leuk bij dat kerstmannetje van gisteren. Ja, leuk. Een panterprintje. Ja, daar komt die. Een leuk panterprintje. Ben ik wel fan van een panterprintje, maar niet in een andere kleur dan bruin. Dus of ik deze heel veel ga gebruiken, weet ik niet. Maar goed, ook die moeten ertussen zitten. Want je kan niet alles. Ik had ook niet verwacht dat ik ze allemaal helemaal heel erg leuk zou vinden natuurlijk. Hè? Dus
Dat had ook... Zo, het is nog vroeg, hè? Ik heb hier koffie. Beter. Dat had ik me van tevoren wel bedacht. Nou, ik ga gauw verder. Want wat ik al zei, wij gaan vroeg weg. Maar dat gaan jullie terugzien in de 12 days before Christmas. En ik zie jullie morgen weer. Hey, welkom bij dag 20. De laatste van deze week? Nee, morgen. Neem ik die van zondag nou altijd mee of niet? Ik weet het niet meer. Nou, ga ik straks even terugkijken. In ieder geval vandaag, zaterdag 20 december, gaan we weer even kijken. Want ik kan daaronder niet filmen, er staan allemaal cadeautjes. Maar daar zit 20. En als je hier kijkt, is het de laatste uit de boom. Of bomen. Kijk, nummer 20, daar ligt hij. Die pak ik vast. Oh. Oh jee, nou hoop ik niet dat hij gebroken is. Ik ga dat even fixen. Ik pak alles er even bij en dan zie ik jullie zo. Zo. Zo, jullie even neerzetten. Even ergens hier. Boe. Ja, daar ben ik. Ik begin even met 20, want door de val is het een beetje gebroken. Of met de rattenplant bedoel ik, ze allebei nummer 20. Maar dan doe ik het even zo. Ik hoop wel dat er niks kapot is, want dat zou ik wel heel erg vinden. Die is nog heel in ieder geval. Weer zo'n ontzettend leuke cupcake. Kerstbal. Daar had ik er alleen van, dus daar kan deze mooi bij. Ik had een bruine en nu een paarse. En er zit zelfs nog meer in, jongens. Twee dingen. Ah, zo schattig. Ik denk dat ik deze gewoon buiten de kerstom in de slaapkamer ga hangen. Kijk nou hoe schattig. Dat is toch lief? Aan de deur of zo? Vind ik wel leuk. Heel leuk. Nou, wederom weer goed uitgekozen. Ik vind het echt bijzonder dat ze zoveel cadeautjes hebben weten te vinden die ja, toch wel op mij van toepassing zijn. Nu de washi tape. Even kijken. En dat is een... Hey, die herken ik. En ik herken hem omdat hij past bij een washi tape die ik al eerder erin had zitten. En dan ben ik benieuwd of jullie weten welke. Ik ga hem even uit de plastic halen, want zoals jullie weten kan ik het anders niet laten zien, want dan schijnt het veel te veel. Kijk! Ook wel weer heel leuk. Zit ik hem nou ondersteboven te houden? Ja. Vuurtoren en een zeilbootje. Oh, vuurtoren en zeilbootjes, dat is het. Heel leuk. Laat me even weten of jullie weten bij welke het past. Aan welke doet jullie dit denken? Laat even onder in de reactie weten, vind ik leuk. En dan zal ik op een gegeven moment even gaan reageren of jullie het wel of niet goed geraden hebben. Of dat jullie een andere vergelijking of associatie hebben. Dat kan natuurlijk ook. Nou, dat waren ze weer. Ik denk tot morgen. Ja, sowieso tot morgen. Maandag, dinsdag, woensdag. Nee. Nou, dat waren ze weer. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe Adventtime. Tot dan. Doei doei. Goedemorgen. Ik had gisteren helemaal nog niet af moeten sluiten. We hebben vandaag nog dag 21. Ik was gisteren een beetje in de zaterdagmoed of zo, maar het is vandaag pas zaterdag. Dus vandaag de laatste dag van deze week van Adventtime. Dag 21. Ik ga ze er even bij pakken. Dag 21 van een rattenplan. En ik moest zeggen dat ik die bijna open had gemaakt bij dag 12. Maar gelukkig kwam ik er op tijd achter dat het 21 was. En ik denk om te voelen wat het is. Ja, dat het een mop was wist ik. Maar dat het deze was, dat wist ik niet. Heel erg leuk. Kijk nou. Een mok van de kerstman. Nou, het is goed om een thee uit te drinken met kerst. Want daar gaat wel een slootje thee in, gok ik zo. Dus die ga ik even afwassen en dan ga ik hem gebruiken. Heel leuk. Zo, dik ook.
En dan 21 van de washi tape. Daar zijn we ook alweer. Het is bijna klaar, jongens. Ik ga het nog missen. Oh, wat schattig. Ja, wacht even hoor. Er zit weer plastic omheen, dus dat ga ik eerst even afhalen. Het zijn eenhoorntjes. Knalroze washi tape met eenhoorns. Ja, dat kan niet anders dan goed zijn natuurlijk. Heel erg leuk. Ik ga, als het erop zit, ga ik een pagina maken in mijn bullet journal met alle washi tapejes uit de kalender. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Ja, dan moet ik alleen even de video terugkijken om de volgorde te bepalen. Had ik eigenlijk gelijk moeten doen. Stom, heb ik niet aan gedacht. Nou, voor nu is de derde week Adventtime afgelopen. Ik heb nog 3 dagen over. Die zien jullie in de volgende video. En die komt waarschijnlijk eerste kerstdag online met nog wat review dingetjes erbij. Dan laat ik even overal weten wat ik ervan vond en hoe ik de samenwerking vond en nou, noem maar op. Dus dat ga ik zeker nog doen. En voor nu zie ik jullie dan in de volgende video. Doei doei! On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree.